Een kind en een baby zijn net iets anders, natuurlijk iets fragieler om het zo maar te zeggen. Zodra je kan bellen, bel je 112 en de meldkamercentralist kan je heel erg goed op weg helpen van wat je moet doen. En wat kun je dan doen? In dit geval kan je eerst 5 puffjes geven. Gewoon kleine teugjes? Ja, echt heel klein, zodat je echt net niet te veel inblaast. En als je moet gaan reanimeren, dan ga je 15 keer de borst indrukken. En zo ga je eigenlijk de hele tijd ga je door. En hoef je niet bang te zijn, want ik heb bijvoorbeeld handen als kolenschoppen. Ik zou echt bang zijn dat ik iets kapot maak. Nou, het is allemaal toch wel redelijk flexibel, dus zo bang hoef je er ook niet voor te zijn. Je doet het nooit verkeerd. Alles wat je eigenlijk al doet, inclusief natuurlijk het bellen, is al hulpverlenen.